Jeroen Hessing, gefeliciteerd. Een thuisoverwinning, dat werd tijd. Ja, werd zeker tijd. Dat is natuurlijk een slechte serie gehad de laatste tijd. Vooral thuis was daar moeilijk winnen. Laatste 2-3 wedstrijden helemaal niet gewonnen. Dus het werd absoluut tijd om 3 punten te pakken. Ervaarde jij druk? Ja, er is druk. Tuurlijk is er druk. Er is, we spelen bij een topclub in de amateurwereld. En daar kom je druk bij kijken. Ook al sta je derde of vierde. Maar vooral als je slecht presteert zoals wij. Wij eigenlijk doen de laatste tijd. Qua punten dan. Dan komt er druk bij kijken. Ja, absoluut. Het duurde een kwartier. En toen viel de bevrijdende 1-0. Ja, dat is zeker lekker. Ook gezien dat we gewoon moeilijk scoren. Vorig jaar had je altijd wel vertrouwen van die goal gaat komen. En Riley trapt er eentje in of Wijk trapt er eentje in. Maar dat gaat dit jaar gewoon wat moeizamer. Dus we waren absoluut blij met die 1-0. En valt er wel een stukje druk vanaf. Vanaf de zijkant leek het net alsof op dat moment Rijnsburgspoor veel vrijer ging voetballen. Ja, nou ja, ik bedoel, ik vind dat we in de opbouw en qua positiespel niet een hele goede wedstrijd hebben gespeeld. Maar de tweede helft wat beter, maar vooral de eerste helft was dat moeizaam. Zij zet ook snel druk, dus daar konden we niet heel goed onderuit voetballen. Maar we hebben hard gewerkt en de eerste helft een paar kleine mogelijkheden weggeven. Op zich stond het redelijk. Dus de 1-0 was prettig en na rust ging het even iets snel fout aan. Ja, ik wou zeggen, wat weggeven betreft, wat ging er mis 4 minuten na de rust? Ja, we proberen dus wel in de hoek proberen we voetbal aan het eruit te komen. En Ali, Ahmed, die speelt de verkeerde bal naar Kev. En die jongen schiet hem direct op doel. En dat zal je net zien, dat in zo'n periode vliegt hij er zo in. Dan denk je, dan moet het goed gekomen. En dan halen we de trucendoos open. En dan is het Jeroen Hessing die zich voormeldt. Beschrijf eens hoe het ging bij jou. Volgens mij speelde ik niet eens een hele goede bal. In eerste instantie met links op, volgens mij was het die actie, op Marvin. En die ging door, ik trek naar de eerste paal en hij geeft hem op de eerste paal. En ik was iets ervoor, dus het enige wat ik kon doen was achter mijn standbeen om. En dan op goed geluk en hij ging er perfect in. Je moet niet zeggen op goed geluk, het is een fantastische goal, Jeroen. Jawel, nou, ik heb op zich wel patent op dat soort dingen, maar niet dat het daar gebeurt. Maar op trainen lukt het ook nog wel eens, dat soort dingen. En tenminste, ik probeer het in ieder geval vaak. En nu pakt het, het moet allemaal precies uitkomen natuurlijk. En zo'n goal maak je 1 keer in de 3 jaar normaal. Nou ja, 1 keer in de 3 jaar, 3 minuten later ben je weer gelanceerd, Jeroen. Ja. Er kwam heel veel ruimte, zij speelden ook wel vrij open. Die waren toch minimaal een punt gaan halen. Dus er was heel veel ruimte om er te komen. En ik heb wel die drang altijd en misschien wel iets te veel bij de stand 2-1. Maar ik heb wel die drang om dan die ruimte in te gaan en om het gevaar te gaan stichten. En gelukkig is het vandaag wel gelukt. Je ging neer. Was het een tackle op de bal? Nou, hij raakte allebei. Hij raakte mij ook, maar de bal ook zeker. Niet veel later, want het blijft lange tijd 2-1. Zorg je in de verdediging ook weer voor opruiming. Want dat is dan ook weer nodig wanneer je de score niet uitbreidt. Jawel, ja, tuurlijk. Je bent in principe een verdediger. En dit is natuurlijk mooi meegenomen een keer dat je een goaltje maakt. Maar in principe word je neergezet om te zorgen dat er in ieder geval geen goals tegenkomen. Dus dat heb ik ook mijn uiterste best wel gedaan. Iedereen dacht natuurlijk terug aan het moment van vorig jaar. Te leden uit. Scoorde je ook 2 keer, ook binnen 5 minuten. Dat had er nu dus ook in gezeten. Ja, het zat er zeker in. Ik ben nog 1 of 2 keer mee geweest. De laatste minuut volgens mij kon ik er nog eentje in inschieten. Die werd geblokt. Maar ja, het is zo prima. En ik was blij dat Riley 3-1 maakte, waardoor die wedstrijd op slot zat. En dat je niet meer de laatste 5-6 minuten nog helemaal alleen zijn dek hebt achterin. Dus dat was mooi dat we gewoon die trekker overhalen. Ik had er nog liever gezien om die laatste 6-7 minuten dan gewoon lekker balletje rondspelen in plaats van nog door te gaan. Waar ik zelf ook onderdeel van was trouwens, om er nog 1 te maken. Maar het is lekkerder dan om die 6-7 minuten die er nog zijn na die 3-1 lekker uit te voetballen. Maar toen waren we nog op zoek naar iets meer. Maar prima. Hoe kijk je terug tot nu toe op dit seizoen? Eerste wedstrijd heb je telkens gespeeld met Ronald Breinbrug, nu met Leon Tol. Hoe vind je dat? In principe de samenwerking, maar ik denk dat het voor het hele team geldt. En ook met de trainingsstaf en alles. De samenwerking is gewoon goed en iedereen doet het goed met elkaar en we hebben het goed met elkaar voor. Alleen het mag wat meer power in. En voor mij, mijn samenwerking met wie ik speel, dat vind ik niet zo erg. Iedereen... Je speelt vooral met jongens, er zijn vaak jongens achterin die vooral op mentaliteit moeten doen en daar behoud ik wel van. De komende periode moet jij gaan beslissen wat je volgend jaar gaat doen. Ik denk wanneer je zulke wedstrijd speelt, dat werkt mee om te zeggen, joh, ik plak er nog een jaartje aan vast, of niet? Ja, ik heb geen idee wat de club wil en op zich, ik heb het super naar mijn zin. Ik zal niet meer naar een andere club gaan, dat weet ik zeker.
Maar ik sta er best wel op om hier nog een jaar te spelen. Maar wat zegt jouw lichaam? Nou, op zich, als ik zulke wedstrijden kan spelen, dan moet dat wel goed zitten natuurlijk. Het wordt wel steeds iets zwaarder, maar door de week is het wel gelukkig dat het er enigszins een goede rustverhouding voor mij is. Dat ik zaterdag in ieder geval optimaal kan passeren. Ten slotte nog 4 wedstrijden tot de winststop. Hoeveel punten kunnen we bijschrijven? 12? We kunnen 12, ja. Dat kan. We hebben moeilijke wedstrijden. Te beginnen volgende week. Dat is sowieso een moeilijke wedstrijd, GVV uit. Maar we moeten gewoon per week kijken. En we hebben nu, wat ons nu tegemoet komt, dat is GVV uit. Dus 1 wedstrijd en dat is 3 punten. En de week erop geldt hetzelfde verhaal. En ik denk niet meer dat we te ver moeten kijken van, we spelen nu 4 wedstrijden die en die. Laten we even 10 punten halen. Laten we gewoon zorgen dat we deze week goed trainen en dat we zaterdag topfit zijn. En dat we daar 3 punten gaan halen. Of een goed resultaat in ieder geval.